En het is ook heel moeilijk om jezelf te onttrekken aan discriminerende gedachten. Ik ga nou geen voorbeelden weten, maar alle trouwe luisteraars van dit prachtprogramma, die weten natuurlijk dat ik tal van vooroordelen koester die in feite een nogal discriminator karakter hebben, laat ik het zo zeggen. Ik heb me wel eens verdedigd dat iedereen recht heeft op een paar ongelukkige vooroordelen, maar een sterke verdediging is dat natuurlijk eigenlijk niet, dat zie ik ook wel. Maar ik vind het toch wel fijn om vooroordelen te hebben. Kijk, nu is mijn kleinzoon is nu aan het raam verschenen. Ik weet niet precies wat hij wil, maar moet ik het raam even openen? We moeten even dit korte betoog. We zijn nu. Ja. Yo. Opa, wil je met ons mee in een ritje? Wil ik mee? Waar naartoe? In een ritje in de auto. Nee, we zijn nog niet klaar, dus je moet nog even wachten. Daarna. Het is pas over een half uurtje, zeg. Een half uurtje, nou, zoiets. Dat moet wel lukken, denk ik. Ja? Ja, dat redden we wel. Zeg maar dat opa wel mee wil met het ritje. En dat ik dan op een goed moment kom ik naar binnen. En je hoort het hier van mijn begeleider. Dat het waarschijnlijk wel gaat lukken. Ja. Oké? Okay? Opa doet nog even de grondwet en dan komt hij naar binnen. Ja, kleinigheid, de grondwet, ja. Dat moet lukken. Hè? Later vertelt opa nog wel over de grondwet. Ja? En nou gaat de ruit weer omhoog. Pas op hoor, dat je hand er niet tussen krijgt. Voor de hitte natuurlijk. Kijk uit, dan gaat hij dicht hoor. Zo. Ja. Ja, dat was even een intermezzo van mijn 6-jarige kleinzoon. Die bij het woord grondwet wel heel bedenkelijk stond te kijken. Zo, wat maar die denkt natuurlijk, wat zit open in die auto? Ja, ik denk natuurlijk even, zou het een reep chocola zijn? Of misschien kan ik er iets mee. Oké, we hadden net gezegd dat iedereen op gelijke voet benoembaar is. Ja. Heel terecht is dat natuurlijk, maar de werkelijkheid is, zoals we alle weten, vaak een andere. Maar juist omdat die werkelijkheid vaak een andere is, is die grondwet zo nuttig.